100 jaar geleden vond de Eerste Wereldoorlog plaats. Nederland keek weliswaar vanaf de zijlijn toe, maar de gevolgen in Zeeland waren groot. Zeeland tijdens de Eerste Wereldoorlog. Met vandaag groeten uit Zeeland. Kijk, dit is nu een van die vele kaarten die we hier in het gemeentearchief van Goes en Noord-Beveland hebben. Die door gemobiliseerde militairen naar het thuisfront werden gestuurd. En die zo op deze manier een uitstekend beeld geven van het soldatenleven in Zeeland. En deze kaart is door Marinus de Loof aan zijn verloofde gestuurd. En die schrijft, dit is een foto van onze verblijfplaats. De kantine is gemerkt met een O en mijn woning met een X. En vanmiddag je kaart ontvangen. Hartelijk gegroet. Hoewel Nederland neutraal was tijdens de Eerste Wereldoorlog en beide strijdende partijen dat uiteindelijk ook respecteerden, werd het Nederlandse leger in 1914 bij het begin van de oorlog wel gemobiliseerd. Met name in de grens- en kustgebieden en dus ook in Zeeland. En op het hoogtepunt van de oorlog waren er zo'n 20.000 militairen gelegerd in Zeeland. Een groot gedeelte natuurlijk aan de grens met België, maar ook aan de Noordzeekust en de oevers van de Westerschelde. En dat deed natuurlijk wel wat met de Zeeuwse samenleving. Het hoofdkwartier van de troepen in Zeeland en Goeree-Overflakkee werd in Middelburg gevestigd. En ook de Nederlandse vloot, die eigenlijk in Den Helder lag, werd in oktober 1914, toen Antwerpen door de Duitsers aangevallen werd, naar Vlissingen verplaatst. Marineschepen controleerden vanaf dat moment het in- en uitgaande scheepvaartverkeer op de Westerschelde. Vanaf het moment van de Duitse inname van Antwerpen nam de vrees voor een Duitse invasie van Zeeuws-Vlaanderen ook toe. De grens met België moest daarom worden versterkt. Maar niet alleen Zeeuws-Vlaanderen moest worden versterkt, ook moest men de kust bewaken tegen een mogelijke Britse invasie. De gewapende Nederlandse neutraliteit schreef immers voor dat de Nederlandse verdediging naar alle kanten gericht moest worden. Hoewel echte oorlogsdreiging daarna verminderde, Nederland speelde gaandeweg juist een belangrijke rol als neutraal land, bleef Zeeland wel de hele oorlogsperiode gemobiliseerd. En werd onder de rivieren, dus ook hier, officieel de staat van oorlog afgekondigd. Marinus de Loof moest in 1916 op een gegeven ogenblik naar Sluis in Zeeuws-Vlaanderen. En op basis van de tekst zou je misschien kunnen denken dat dat te maken had met de inval van de Engelsen die waarschijnlijk op handen was, maar die nooit is gebeurd. Hij schreef toen aan zijn verloofde, zo even ben ik weer in Sluis gekomen en er is niets veranderd. Morgen moet ik op wacht. Voor het eerst waken voor de veiligheid van het land. De mobilisatie had grote gevolgen voor Zeeland. Ook veel Zeeuwse mannen werden opgeroepen en bleven lang van huis. Velen van hen waren kostwinner. Daarnaast kreeg het militair gezag min of meer de leiding over de provincie en had het de zeggenschap over de Zeeuwse politie, brandweer en over de meeste ambtenaren. En er golden zeer strenge bepalingen voor de hier gelegen soldaten. Als je langer dan 24 uur wegbleef zonder geldige reden, werd je direct als deserteur vastgezet. En op veel andere zaken stond zelfs de doodstraf. Vooral in de beginfase van de oorlog raakte de mobilisatie de Zeeuwse samenleving heel erg hard. Er moesten talloze soldaten ondergebracht worden en dat gebeurde dan bijvoorbeeld in boerenschuren, in kerken, in scholen en ook af en toe bij de mensen thuis. Maar de Zeeuwen profiteerden ook van de aanwezigheid van zoveel soldaten. De middenstand verdiende er prima aan. De cafés zaten vol, de telegraaf en postkantoren hadden het druk. En deze kaart stuurde Marinus ook naar zijn verloofde. En de tekst aan de voorkant die spreekt eigenlijk voor zichzelf. En zo was de aanwezigheid van duizenden gemobiliseerde soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog van grote invloed op de Zeeuwse samenleving. Deze mannen verstuurden in die periode talloze brieven en kaarten naar het thuisfront. Met de groeten uit Zeeland.